Dit is een bespreking van paragraaf 129 van Pro Sexto Roscio. In het onmiddellijk voorafgaande heeft Cicero betoogd dat Chrysogonus bij de moord op Sextus Roscius de grote regelaar op de achtergrond is geweest. Deze paragraaf is een overgangsparagraafje naar het laatste stuk van de argumentatio, waarin Cicero in het algemeen gaat betogen dat figuren als Chrysogonus een gevaar zijn voor de Romeinse Republiek. Dus los van de zaak van Sextus Roscius, waar het eigenlijk nu over gaat. En in deze paragraaf doet hij een verzoek aan de rechters. Quaeso, ik vraag, oude vorm voor quaero is dat. Ik vraag echter, maar ik vraag avobis van u, heren rechters, dat jullie audiatis, de conjunctivus audiatis hoort bij ut, dat jullie luisteren naar deze dingen, naar deze pauca dingen, deze weinige dingen, quae restant, die nog overblijven, die ik nog ga zeggen. En zoals in moderne redenvoeringen vaak ook, zegt de spreker op een gegeven moment, ik ben bijna klaar. Ik vraag dus dit van jullie, heren rechters, dat jullie deze weinige dingen die nog overblijven beluisteren. Ita ut. Zo dat, hier vertaalt dat jullie daar met zo'n instelling naar luisteren, dat jullie poetetis, deze conjunctivus hangt af van ut, dat jullie menen, van dat menen hangt af van ACI, die staat daar, dat ik spreek partem deels, pro me ipso, voor mijzelf, en deels pro sexto roscio. Cicero kondigt dus aan dat hij nu ook iets vanuit zichzelf gaat zeggen, wat niet zoveel met de zaak van Sextus Roscius te maken heeft. Dat legt hij uit. Kwijt, want de dingen die, een in de want staat daar, want de dingen die, wat, mihi ipsi videntur, de dingen die mijzelf, aan mijzelf toeschijnen, staat er letterlijk, indigna, schandelijk en onverdraaglijk. Vertaald is wat in mijn eigen ogen schandelijk en onverdraaglijk is. Letterlijk dus nogmaals, de dingen immers die aan mijzelf schandelijk en onverdraaglijk schijnen. En de dingen die kwijken is en kwai, dat komt nog een keer dat kwai wat herhaald wordt. En de dingen die ik meen betrekking te hebben op ons allemaal, wat allen aangaat, nisi providemus, als wij niet voor de voorzorgsmaatregelen treffen, als wij niet vooruitzien. Dus de dingen die mijzelf schandelijk toeschijnen en de dingen die waarvan ik denk dat ze betrekking hebben op ons allemaal als we niet oppassen. Ja, die dingen pro me ipso voor mijzelf, uit de naam van mijzelf, in naam van mijzelf, die pronuntio, die maak ik openlijk bekend. Ea pronuntio pro me ipso voor mijzelf, in naam van mijzelf, ex animi mei sensu ac doloren. Vanuit, ex heeft de ablatives, die staat daar, sensu ac doloren, letterlijk vanuit het gevoel, animi mei, vanuit een gevoel van mijn geest en vanuit verdriet. Dat sensu ac doloren is als één begrip vertaald, één gevoel van verdriet en onbehagen. En van mijn geest is vertaald met diep in mij. En dus Cicero zegt, die dingen die in het algemeen van belang zijn, los van de zaak van Sextus Roscius, daar ga ik nu iets over zeggen. Quae ad huius vitam causamque pertinent, de dingen die pertinent ad, die dingen die betrekking hebben op, betrekking hebben op vitam, het leven en de zaak van deze hier. Wat het leven en de rechtszaak van hem hier aangaat, is vertaald. Et en quid wat hij hier, hic, wil, en de dingen wat hij hier wil gezegd te worden voor hemzelf, en wat hij graag wil dat voor hem gezegd wordt, et qua conditione contentus sit, en qua met welke voorwaarden hij tevreden is.
De conjunctivissen die zijn allemaal conjunctieven van de afhankelijke vraag. En die hangen allemaal af van audiëtis. Jullie zullen horen, beste rechters, wat betrekking heeft op van hem het leven en de zaak. En jullie zullen horen, rechters, wat hij hier graag wil gezegd te worden voor hemzelf. En waar, onder welke voorwaarden, met welke voorwaarden hij tevreden is. Dat zullen jullie Jan spoedig horen, heren rechters, in extrema oratione nostra. In het laatste stuk van onze redenvoering. Extrema is hier dominant gebruik, staat in de aantekeningen. Dat betekent dat dat het belangrijkste deel is van deze voorzetselbepaling. Dus niet in mijn laatste redenvoering, maar in het laatste stuk van mijn redenvoering zullen jullie dat horen. Er komen nu dus nog twee dingen, zegt Cicero. Eerst ga ik iets zeggen in het algemene belang van de staat. En daarna zal ik mijn verdediging van Sextus Roscius junior afsluiten.